Yo kijkers, heel tof dat jullie eindelijk weer kijken naar een gloednieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Sam, aka Sam90. En vandaag gaan we eindelijk beginnen met de carrière mode. Waar we eigenlijk al heel veel eerder mee wouden beginnen, maar dat is niet gelukt. We gaan er nu mee beginnen en packs volle is mijn keuze geworden. Er waren wat andere clubs achtergelaten in de comments of in mijn Insta-poll. Maar toch ga ik voor pack. Ik heb nog nooit een pack carrière mode gedaan. Ik heb met Twente gedaan, natuurlijk. En toen heb ik ook nog andere clubs volgens mij gedaan. Ik weet niet meer welke. Maar nu gaan we dus voor pack. Ik ben, voor de mensen die niet wisten, voor pack. Dus daar gaan we gewoon lekker mee knallen. We gaan proberen met pack ze weer een beetje meer op de rails te krijgen. Ondanks dat het nu al wel wat beter gaat. Gaan we gewoon lekker beginnen. Dit is dus nieuw, wat we nu te zien krijgen. Even wachten. Dit is nieuw. We mogen ons eigen stadion helemaal gaan customizen als het ware. We gaan voor gewoon het aanbevolen stadion Molten Road. Die gaan we hernoemen naar het stadion. Het Mecca 3 Park Stadion. Hoe het in het echt heet. Zo, Mecca 3 Park. En Hatzeflats. Het Mecca 3 Park Stadion. Dan gaan we nu naar de tribunes in het echt. Zijn de... is dit gewoon wit? Volgens mij zoiets. Ongeveer. Weet niet precies. En dan de stoelkleur is blauw. Dat weet ik 100% zeker. Logisch is blauw-wit zijn de kleur van Zwolle. Van PEC. Dus dat doen we ook gewoon. Dan gaan we nu naar het veld. Dat kun je ook helemaal customizen. Ook heel vet gedaan. Dus een nieuwe toevoeging. Heel erg leuk. We gaan gewoon... Dit is gewoon prima geblokt. Kleurbeleiding gewoon wit. Kleur het veld. Ook gewoon smaragdgroen. Gewoon prima. Het net. Dat is ook wel leuk. Je hebt hier verticaal blauw-wit. Enkel. Even kijken. Half om half. Heb je dat ook hier zo half om half? Heb je dat niet? Dit hebben we ook nog. Volgens mij is dit echt. Dit is meer lichtblauw, maar we willen eigenlijk donkere blauw. Ik denk dat dit wel mooi is. Diagonaal blauw-wit. Nou, we hebben het stadion gecustomized. Heel erg vet. Ons eigen Mecca 3 Park gecreëerd. Om de overwinningen hopelijk op te gaan pakken. Goed. Dit is dus een minuutje wat we kennen. Met nu dus ook de Conference League erbij. Gewoon de Champions League. Europa League wat een nieuwe layout heeft gekregen. En nu dus ook de Conference League. Dat is wel heel erg leuk. Dat alles weer klopt. We gaan deze op 5 minuutjes zetten. Dat het iets minder lang duurt. Anders duurt het echt super lang. Financiële overname gaan we kunnen doen. We kunnen 10 miljoen toevoegen. Ik denk dat we dat echt wel nodig hebben. Maar ik zit te twijfelen. Aan de ene kant denk ik ook weer van. We moeten het dus doen met die 5 miljoen die we hebben. Op het moment. 5 miljoen is budget. Daar moeten we het op het moment dus gewoon mee doen. Gaan we even kijken. Ik denk dat ik het gewoon zo gelaten. 5 miljoen is het budget. Ja. Denk ik. Of doen we gewoon 10 miljoen erbij. We kunnen ook gewoon dit doen. Gaan we gewoon de Champions League winnen. Nee. Doe er 10 miljoen bij. Mensen krijgen een club. Ah, ik weet niet. Nee, we doen het niet. Geen geld. Ook geen internationale aanbiedingen. Daar hebben we nu geen trek aan. We gaan gewoon lekker beginnen. Let's go! Pack Zwolle! Sorry voor het geblazen. Sorry. Dames en heren, verwelkom jullie nieuwe manager. Hier komen we. Hatzeflats. We staan met een shutje. Lekker man. Heerlijk. Dan gaan we nu een voorseizoen toernooi kiezen. Dit zijn de clubs en het geld. We gaan voor de mensen met het laagste geld, omdat die kunnen we makkelijker winnen. Heer Sociedad B. Oh, dat is B of wel. Oké. Dan gaan we voor deze. Ah, gaan we voor deze. Iets meer geld. 3 ton meer. 3 ton is voor PEC gewoon echt veel geld. Veel, maar wel aardig wat. We gaan eens lekker beginnen. We gaan ook met storylines werken. Dat ga ik in de volgende video proberen erin te editen. Dat je bijvoorbeeld echt een storyline krijgt. Hier heb je waar je nu Paris ziet staan. En Messi.
Dat is van de game zelf. Ik ga daar proberen mijn eigen storyline verhaal in te maken. Dat gaat er dus ook in komen. Op het moment hebben we dit aan transferbudget. 5,29 miljoen. Dat is niet superveel. Maar ja, dan gaat dat, dat wist je van tevoren. Dit is dus een berichtje over de voorzitterstoernooi en de jeugdafdeling. Eerst gaan we naar de visie en verwachtingen. Jeugdafdeling tekent binnen 2 seizoenen 4 jeugdspelers voor het seniorenteam. Laat ze in 20 wedstrijden spelen als basis of als wissel. Oké, dat moet lukken. Haal een winststreek van 5 wedstrijden waarin er minstens 1 doelpunt wordt gemaakt. Dit is in 5 wedstrijden. Financieel, oké. Succes thuis. Eerder is je eigenlijk in de bovenste helft van de competitie, dus het linker rijtje. Oranje beker haalde de laatste 16 KVB beker. Binnen 3 seizoenen in voor een Europese competitie. Dat is lekker. We tekenen een contract trouwens. Een contract voor 4 seizoenen. Zoiets, weet ik veel, tot ik zin heb. We gaan nu naar de jeugdafdeling. Even kijken of er nog wat talentjes tussen zitten. En dan zit er tussen hier. Michael, hoe het uitspreekt. Jansen. Die gaan we eventjes in de gaten houden. Deze net zo. Behalve deze. Deze is echt helemaal niks. Daar heb je gewoon echt geen klap aan. Dit is allemaal net niks. We willen wel echt, de jeugd moet goed doorstromen. Dus dan zijn dit toch echt de enige twee die door kunnen stromen en door kunnen scouten. Oh. Dan gaan we deze berichtjes eenmaal eventjes verwijderen. De eerste aflevering is altijd wat geknooi. Maar we gaan beginnen met PEC. Ik heb er echt zin in. We gaan nu voor het eerst kijken naar de selectie. Lamproudis, lekker aankoopje van Zwolle in het echt. Houtmaier, Schendelaar, Paal. Dat is ook wel een uitblinkertje. Meester Wit, Sam Kersten, Bram van Polen, Raaf van den Berg, Voet, Babai, Van Wermerswerk, Hilde, Reut in mijn teut. We zien hier al stopt aan het einde van het seizoen. Dus die gaat dan weg. Dat is al duidelijk. Of dat is al duidelijk. Dat is al zeker. Dit is dus een selectie. En dan is geleend. Financieel gaan we kijken. Dan zien we dus dat Lamproe een waarde heeft van 1,6. Zeg maar dit een beetje. En dan gaan we kijken wat we uit gaan lenen. Wat we gaan houden. We gaan sowieso willen we deze 3 keepers. Ja. Ik denk dat je hier niet super veel geld kunt verdienen. Toch hier 1,5 miljoen. Die willen we eigenlijk wel houden. Mike Houtmaier. Gaan we denk ik ook houden. Sam Kersten gaan we verkopen. Die gaan we op de transfer zetten. Ik vind hem... Ja, oké. Die kan... Ja, ik zit dat ik begin te twijfelen. Oké, goed. Van Wermerskerken. Saai Van Wermerskerken. Is al aardig aan de oude kant. Is 1,3 miljoen. Die gaan we op de transfer zetten. Hetzelfde geldt voor Bijselmani. Dat is ook niet echt een topspeler of zo. Trouwens, Van Wermerskerken is een goede voetballer. Maar we zetten hier Babai neer. Die is ook jong. Van Wermerskerken hebben het geld ook nodig. Dus. Nou, we gaan in Kolwijk stoppen. Dus maakt niet uit. Nakayama blijft. Strieder blijft natuurlijk. Van der Belt blijft. Fernandes blijft ook. Clement. Die blijft 100%. Huibuts. Mbinga. Die... is jong, kan groeien, gaan we op de leenlijst zetten. Zijmaak blijft, Atit blijft, Landou blijft ook. Samir Lachsier is een goede voetballer, blijft ook. Westerman mag op de lijst. Slobodan Tadic mag ook op de lijst. Dat zijn allemaal spelers. Tadic is echt ook niet heel erg geweldig. Dus die mogen allemaal op de lijst. We hebben nu dus de lijst doornomen. Dan gaan we nu simmen naar de eerste competitiewedstrijd. Of de eerste voorzoende toernooiwedstrijd. En we hebben al een berichtje van Westerman. Ik ben blij dat je me op dat fles hebt gezet. Blij dat wij het eens zijn. Hoi coach, het verbaast me een beetje. Maar ik ben blij dat ik je stap heb gezet zonder dat ik nou hoef te vragen. Ik onderzoek mijn opties. Hallo coach, namens het hele team. Welkom.
Leuk je te ontmoeten. Bram van Polen stuurde ons een berichtje. Onze oude captain. Oh, verkouden jongen. De eerste... Ik kon niet meer worden. Dit wordt de eerste tegenstander waar we tegen gaan spelen. Dit wordt de opstelling 4-2-3-1. Dan gaan we wel in deze... nee. Even kijken. Deze variant. Dan ga ik hem zelf iets aanpassen. Zodat die iets hoger komen te staan. En dat Huiberts. Zo gaan we het doen. En voor het voorzien toernooi komt dan hier Luka Acic te staan. Gaan we wat even. We hebben best wel een grote selectie eigenlijk. Gaan wat spelers weg natuurlijk. Oh, ze maakt maar veel. We gaan. Dit is de. Voor het eerst. Zo. Oké. Gaan we het voor nu zo doen. Voor het voorseizoen toernooi. Voor de eerste wedstrijd. Tegen Grasshop. Gaan we snel simuleren. Hopelijk winnen we hem. Blijft 0-0. Geen doelpunten. Geen bijzondere pot dus. 0-0, 1 puntje. Oké. Kijken of we nog wel... We krijgen nog geen berichtjes over spelers. Oh. Vergeet niet de wissel te gebruiken. Dit is een voorseizoen. Een tijd om te experimenteren met opstellingen en formaties. Spelers roleren is erg belangrijk. Sommige spelers moeten rust krijgen en andere. Spelen minuten nodig. Ja, dat weet ik allemaal. Dat weet ik. Dat komt allemaal goed. Ik ga nu ook weer een andere selectie neerzetten. Namelijk nu speelt Tedic in de spits. Even kijken. Neem ik Reinders mee. Even kijken. Is het even anders? Akayama speelt. Voet speelt. Meester Wit speelt. Ryan Koolwijk speelt. Thomas van der Belt speelt. Reinders gaat spelen. Fernandez mag mee. Clement natuurlijk. Die gaat in plaats van der Belt. Kijken. Landou gaat mee. Van den Berg gaat mee. Even kijken. Zo. Ja. En Lachsier mag mee. Astis gaat er ook af voor Lachsier. Minuten maken, spelers fit krijgen. De selectie 100% fit krijgen. Moet hier gewoon gebeuren in dit voorseizoen toernooi. Simuleren. En wat gaan we doen? We winnen 0-2. Lekker. Clement en Lachsier zijn de doelpuntenmakers. Heerlijk. Heerlijk. Transfer wat voor Tedic. We hebben een aanbod. Eindelijk. Zo. Ook best wel een hoog bedrag voor de Servische aanvallen. Stoppen dan Tedic. Voor Valencius FC. Ze bieden 2,1 miljoen. We kunnen er nog 2,8 uithalen. We gaan onderhandelen. Of niet? Ja, zo zou ik het doen. Ja, we gaan proberen om er iets meer geld uit te halen. Dat gaan we proberen. Dit is ook allemaal nieuw. Dat skip ik. Dat is allemaal niet zo heel erg belangrijk. 2,1. We willen eigenlijk het liefst. Ik kon 2,8 vragen stond er. Dan gaan we gewoon proberen om er 2,8 voor te vangen. We zijn toch iets omhoog geklommen. Dan gaan we proberen om... 2,3 miljoen voor Slobodan Tedic. Toch weer 2 ton gestegen. Is lekker. Zijn agent en hij zijn aan het onderhandelen over de transfer. Dat is dus lekker.
dan is dat meteen gebeurd. Hebben dat de eerste onderhandelingen. Gadverdamme. De eerste onderhandelingen zijn dus. Hebben dus plaatsgevonden. Transfer voor Van Wermers. Kijk, het volgende transferbod is daar. Victoria SC wil hem overnemen. We kunnen er 1,7 voor krijgen. We gaan weer onderhandelen om weer iets te stijgen in dat bedrag. Dat hebben we nu allemaal gezien. We willen eigenlijk het liefst 1,7 miljoen hebben voor Sai Van Wermers. En dan doet hij. We stijgen met 250.000. Dat is gewoon lekker. Iets hoger in het bedrag. Zijn nog niet verkocht natuurlijk. Want we gaan nu weer een andere opstelling neerzetten. Namelijk Landou gaat in de plaats van Lachsier. Van den Berg in de plaats van De Wit. En dan gaat Nakayama op links. Van Wermerskerk mag nog wel eventjes een keertje gaan spelen. Of zal ik Chirino gaan spelen? Van Wermerskerk mag gewoon even in het potje nog meedoen. Fernandez doet mee. Even kijken of nog andere mensen hebben neerzetten. Van der Belt heeft nog niet gespeeld. Mag gaan spelen. Even kijken. Schendelaar mag een keertje gaan keepen. Even kijken. Redan in de punt van de aanval. Telis gaat weg. Dus hij moet in de aanval. Dan mag Atsje op 10. Even kijken. Andere spelers mee. Westerman gaat wel mee. Ja, zo gaan we denk ik doen. Zo. Dat wordt de opstelling voor tegen Lausanne. Snel simuleren. Hopelijk kunnen we weer 3 puntjes pakken. En het wordt 1-0. Leandro Fernandez scoort. Heerlijk. 3 puntjes. Dat is lekker. Telis is verkocht. En waarschijnlijk Van Wermerskerk dan ook. Nee, nog niet. Telis is verkocht. Zijn het eens geworden. Dan gaan we nu hem krijgen van. Oh, we hebben nu voor Bajsalmani. Krijgt een transferaanbieding. Zijn waarde is 625. We kunnen er 7 ton voor vangen. Gaan we niet moeilijk om doen. 650k voor Bajsalmani. En dit wordt dan de halve finale of zo. Ja, halve finale. Tegen. Osnabrück. We gaan even andere selectie neerzetten. Paal speelt. Strieder speelt. Even kijken. Bye bye. Gaat spelen. Die speelt. Die is allemaal even fit. Zo. En dan gaat Clement mee voor Van der Belt. Zo. Castaneer moet ook minuten gaan maken. Dat gaat het ook wel doen. Want Reinders gaat nu op de bank. Kastanier moet iets meer minuten gaan maken. Westerman gaat eraf. En dan komt Huibert. Van Polen moet natuurlijk ook blijven spelen. Om de aanvoerder niet te vergeten natuurlijk. Zo. Ik denk dat het zo aardig goed staat. En gaan kijken wat we gaan doen. Gaan we naar de finale. 2-2. Oh, een verliezen met 5-4 met strafschoppen. Jammer, jammer, jammer. Halve finale gehaald van het voorseizoentoernooi. Een goede start. Een goede start van het seizoen. Heel lekkere start zelfs. Heerlijk. Van mij is ook verkocht. En dan hebben we nu dus aardig wat geld. Tenminste voor pack. En we hebben
Bajomani is ook verkocht. Dat is ook lekker. Transbos van Westerman en voor Lachsier. We gaan eerst naar Westerman kijken. Zijn waarde is 525. Ze bieden 540. We kunnen nog 580 krijgen. Kunnen we gaan proberen. We gaan eerst naar deze man. Want die wil ruilen. Dat willen we zo. Dat kwam er raar uit. Die wil ruilen. Dat gaan we sowieso niet doen. Want we gaan namelijk... we willen gewoon geld. Ja, ruilspelen verwijderen. En we willen gewoon... 1,1 miljoen. Voor Samir Lachsier. En dat wil die. 1,1 miljoen. Voor Lachsier. Die stond er ook op de lijst volgens mij. Of niet. Of stond er helemaal niet op volgens mij. Nam me niet uit. Komt genoeg jeugd door. Westerman gaat ook op de lijst. Gaat ook... accepteer ik ook. Bajomani heeft dus getekend. Bij zijn nieuwe club. En dan gaan we eventjes verder simuleren. Totdat we een aanbod krijgen. Dat doen we gewoon eventjes zo. Dat duurt me veel te lang. We gaan gewoon eventjes tot en met hier simuleren. Even kijken of er nog wat dingetjes gaan gebeuren. Dat gaan we zo meteen snel genoeg zien. Ga ik hem eventjes stoppen. Anders duurt die dagen zo lang, joh. Okay. Kijk, we hebben drie berichten. We hebben namelijk een transfer voor Kenneth Paal. Die gaat niet weg. FC Basel wil hem hebben. En met een ruildeal voor Michel Lang. Dat willen we niet. Paal blijft nog bij ons. Belangrijke schakel. We kennen het Paal in het team. En over een paar dagen. Hierna begint de competitie al. Hè. Oei. Dan moeten er dus aankopen gedaan gaan worden. En dat gaat ook gebeuren. Zo. In de volgende aflevering. De aflevering zit er alweer op. Een hele saaie aflevering in het begin. Alleen maar spelers verkocht eigenlijk. Dat is jammer. Maar we gaan de volgende aflevering spelers kopen. De selectie klaarstomen voor het nieuwe seizoen. Met Pax Zwolle. Heb je er zin in? Doe een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Dan wil ik je voor nu heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Hopelijk vond je hem leuk. Doe een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan zeg ik, zoals altijd...